Nou, ik ben Paul Reumer. Ik ben directeur van de NTR. Samen met 200 studenten. De NTR is een brede omroep. Wij doen heel veel verschillende programma's voor heel veel verschillende doelgroepen. Mensen begrijpen het pas als ik de titels van de programma's noem. Want die kent men wel. Iedereen kent Klokhuis en Sesamstraat en Nieuwsuur. Maar het concept NTR uitleggen is lastig omdat het zo breed is. Ongelooflijk mooie vis. De vorm, prachtig. Wij maken programma's voor de jeugd. Wij maken programma's in het kader van educatie. Wij maken programma's in het kader van kunst en cultuur. En we maken programma's in het kader van informatie. Nieuwsuur, Sesamstraat, Mooie Dans, Opera en de Top 2000. Concentratie. Ongelooflijk breed pakket, waarbij eigenlijk heel Nederland ons publiek is. De vrijheid die je hebt als programmamaker, dat je gewoon ideeën kan bedenken en daar vorm aan kan geven, dat is zo mooi. En als het dan klaar is, is het uitgezonden, dan vindt men er wat van. En dan is het weer weg en dan moet je opnieuw beginnen. En die dynamiek, ja, die spreekt mij buitengewoon aan. Het mediaaanbod is enorm. Ik heb mijn iPad altijd bij de hand. Ik ben bijna nooit zonder. Ik zie heel veel uitzending gemist. En eigenlijk in mijn eigen huis kan ik sinds kort op elke plek, of ik nou op het toilet zit, in het bad of op zolder, dan heb ik wel een toilet en wel een bad, maar geen zolder, kan ik overal tv kijken. En dat doe ik ook heel veel. Dus ik gebruik dat eigenlijk heel veel. En ik denk dat ik het meeste consumeer qua video uitgesteld. NTR. De basis is, op al die nieuwe platforms, is dat je een verhaaltje vertelt. Of dat nou een verhaaltje is met informatie, een verhaaltje is op basis van fantasie en is het drama, of het verhaal van een spannende quiz. Dat doen we al 5000 jaar met elkaar. En ik voorspel je, als we de tijd van leven hebben, doen we dat de komende 5000 jaar nog steeds. De enorme ontwikkeling dat mensen heel veel series downloaden of kopen en in één keer in een weekend een hele serie gaan kijken, dat is echt fundamenteel ander gedrag. Men gaat niet meer een heel kwartaal elke week om 8:30. Nee, je kan de kijker niet meer de kijkwet voorschrijven. Dus dat moet je volgen. Je moet een open oog houden. Wat gebeurt er in de maatschappij? Je moet mensen in je bedrijf hebben, jonge mensen, die dat begrijpen. Echt fundamenteel begrijpen, want ik ben al een oude lul met mijn 50. Ik kan al niet meer helemaal invoelen hoe een jonge meisje van 16, 17, 18, hoe die echt de dag beleeft, mediatechnisch gezien. Daar heb je die kennis, die moet je in huis halen. We hebben veel te weinig ruimte nu om te experimenteren in het digitale domein. Dat is één. En twee, zie je een tendens in de wetgeving en ook in de houding van de overheid. Die gaat naar een situatie waarin met name de commerciële spelers en de uitgevers meer ruimte krijgen. En dat wij heel veel moeite moeten doen om een nieuwe app te mogen lanceren. Want dat is dan alweer een platform en dan heb je allerlei wettelijke regelingen. Dus wij worden erg beperkt door regelgeving in onze exploitatie daar. Hoe lang duurt het nog? We hebben heel veel mensen die al 10, 20, we hebben zelfs mensen die al 30 jaar bij ons werken. Ik denk dat wij ervoor moeten zorgen dat wij voldoende jonge mensen in de organisatie krijgen. Niet omdat de ouderen niet goed zijn, maar omdat je dat nodig hebt om echt te kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Het maakt fundamenteel uit of je een 50-jarige bent zoals ik zelf, die zich een beetje verdiept in deze materie en daarin meegroeit. Of dat je een 20-jarige bent die het met de paplepel heeft heeft meegekregen. De school TV bestaat 50 jaar en dat vieren we op vrijdag 11 oktober. De technologie en de investeringen in technologie zijn veel minder een hindernis dan ze vroeger waren. Nu, als jonge mensen je bedrijf binnenkomen, nemen ze al die spullen gewoon mee. Ze hebben het thuis staan, ze kunnen ermee werken. De beperking zit veel meer in de creativiteit van de makers dan in de mogelijkheden op de techniek. Het mooie is wel, dat heb ik zelf heel erg kunnen ervaren toen wij begonnen met reality televisie, dat de mogelijkheden die techniek je bieden, je een extra creatieve impuls geven. Die twee dingen die beïnvloeden elkaar. Kleinere camera's, betere montagetechnieken, snellere montagetechnieken. De one-man band benadering, hè? Dat een redacteur en zijn eigen cameraman is en zijn eigen geluidsman en zijn eigen editor. Daar zitten natuurlijk best bedreigingen in voor de professionele industrie, maar er zitten ook wel weer nieuwe mogelijkheden in. Want daar waar je vroeger exclusiviteit had op het gebied van techniek, omdat je de enige was die de investering kon dragen en vervolgens die ging exploiteren, is nu de investeringen lager zijn, er natuurlijk meer kapers op de kust zijn. Je wordt een adviseur, je wordt een begeleider, je wordt een leverancier van diensten. Denk ik meer dan een leverancier van hardware. De kijktijd naar televisie stijgt nog steeds. Dus het verbruik verandert fundamenteel. Maar ik heb eigenlijk nog niet gezien
dat er dingen weggevallen zijn. Het is nog niet ten koste van iets gegaan. Het enige wat schaars is straks, is de tijd die de consument heeft om te besteden. Ik denk dat dat hele proces nog maar net begonnen is. We zijn niet in het midden, we zijn aan het einde. Het is net begonnen. En wij moeten enorm goed opletten, wij als omroep, maar de hele publieke omroep, dat we niet op een dag wakker worden en denken, hé, waar zijn onze kijkers gebleven?